Herodotus, ingesproken teksten, boek 3, kapitel 52, Lycophron verbannen. En we zien in het vorige hoofdstuk dat Lycophron het paleis werd uitgejaagd door Periander. En dat overal waar hij kwam, dat hij weer werd gesommeerd om verder te gaan door Periander. Want iedereen die hem ontving, moest hem weer laten gaan. In dit hoofdstuk gaat het over weer een algemeen bevel. Niemand mag hem meer ontvangen. Niemand mag meer met hem spreken. Wat gebeurt er dan? Lycophron blijft rondhangen in de buurt, in Korinthe, waar ze allemaal natuurlijk wonen. En hij gaat dan in zuilengangen, zoals hier in Stoa, gaat hij rondhangen. Hij laat zich vervuilen. Hij mag weer met niemand meer spreken. Hij eet slecht. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar dit ziet er mooi uit. Maar je moet je voorstellen dat hij dan zo rondhangt hier. Daar slaapt als een soort hond. In die zuilengangen, moderne zuilengangen, die heb je ook. Maar dit is een opgraving ergens in Jordanië. Hier zie je wat er tegenwoordig van over is. Met hier zo rond die stoa's tegen de regen en tegen de zon. Hartstikke handig, maar ook kennelijk plaats voor bedelaars en zwervers. Daar gaat het over in dit stuk. Uiteindelijk trouwens, dan wordt hij verbannen. Lycophron naar Kerkyra, dat is het moderne Corfu. Dat zie je hier een beetje vaag, maar daar moet je dan heen, want Corfu was een kolonie van Korinthe. Telos de hopeandros kerk, maar epoieza ton. Uiteindelijk vaardigde Periander het officiële besluit uit. Hij maakte officieel bekend in Kerukma Epoiesaton. Hij vaardigde een besluit uit. Epoiesaton is een aoristus, dus dat heeft een punctueel aspect. Het gebeurt plotseling. En wat is de inhoud van dat bevel? Dat, ASI, dat hij, Toeton, en heb je hier het relatieve bijzin die daarbij hoort, hij die of hem ontvangt in zijn huis, in hun huizen, meervoud, hem is min, of die met hem spreekt, en hier staat een erta, en hier ook weer een erta, geeft aan een collectief met an, is of een futuranus of een generalis die met hem zal spreken of die hem zal ontvangen. Prima vertaling natuurlijk voor een collectief futuranus. Mag ook generalis zijn die hem in het algemeen ontvangt, die algemeen met hem spreekt, dat hangt er een beetje tussenin hier in dit geval. Nou, dus dat hij dus, die dat doet, dat hij verschuldigd is, o Felijn, door Apolloni, aan Apollo, een hieren zemien, een heilige boete. Dus je moet een officiële boete betalen en dat wordt vaak gebruikt om tempels te bouwen of zoiets. En inderdaad, in Korinthe is nog een deel van die tempel over. Gaan we maar eens kijken daar. Hosen de eipaas. Nou, dat hij had gezegd hoeveel dat dan was. En hosen is natuurlijk vrouwelijk. En dat staat dan terug op die boete. Dus hij geeft precies aan, dat is de boete die er staat op het spreken met mijn zoon of hem ontvangen. Pros oon der toetotokerukma. Met het oog dus op die afkondiging wilde niet iemand, ofwel niemand, met hem spreken, hoor die elegestai, en ook niet ontvangen in hun huizen. De kestai, hier heb je de kestai in plaats van de gestai, de bekende psilosis, dus een kappa in plaats van een gi. Dat is Joods dialect, zoals we weten. Pros de oude autos, e keinos e di kaiu per gastai, aperemenu, ach de schat. Dat is Lycophron onderwerp. Hij achtte het waardig, die edikaiou, is van dikaiou, oh my, is een medium woord. Hij achtte het waardig, hij wilde. Bovendien, pros, hij wilde ook zelf niet, autos, congruent met ekens, hij daar zelf wilde ook niet op de proef stellen. Dat moet je aanvullen, auto, dat afgekondigd was, dat verboden was. Ab en remenu, dat is een perfectum passief, perfectum, dus het is een toestandsperfectum. Het is klip en klaar afgesproken. Het is een feit. Maar alla diacartereon, participium presens nominativus enkelvoud, congrueert dus met ekeinos. Maar omdat hij koppig was, hing hij rond ekalindeeto in de stoa's meervoud, in de zuilengalerijen die we net hebben gezien. Ekalindeeto is een imperfectum, dus het is duratief. Hij bleef daarmee doorgaan. Tetarte de hemmerij idon. Nadat Periander hem had gezien op de vierde dag, Orctieren, kreeg hij medelijden omdat hij vervallen was, uitgeput was geraakt, ook in een perfectum, toestandsperfectum. Hij is echt helemaal ten einde, wil dat zeggen, door vervuiling en door honger, voedselgebrek.
Sumpepe, Ptoka, Kota. Participium perfectum, actief, eenvoudig mannelijk, congrueert met dat min, die vorige bladzijde. Hupijs des orges. Hupijs van Hufiemi. Laten gaan, loslaten. Zonder de jota. Hiemi is een aoristus. Dus nadat hij had losgelaten zijn woede, zijn boosheid, die hij eerder had gehad, ging hij dichterbij, kwam hij dichterbij. En hij zei, eie imperfectum, elige, ook een imperfectum, eie van Emi, gaan. Als zo'n comparatief bijwoord. Kwam hij dichterbij en hij zei, je ziet hoe Herodes inzoomt. Hè? Je ziet de algemene toestand, het bevel, het rondhangen van de jongen. En nou krijg je de directe reden. Herodes focust in. Dan krijg je, opai, mijn zoon. Contra tuton haeretoreta esti tauta tanun egon presseis et tenturaida kai ta agata tanun ego ego, etc. Mijn kind. Welke van de twee, kotera, zelfs potera, welke van de twee van deze dingen is voor jou haeretotera, verkieslijker? Namelijk, uitleg, deze dingen, tauta, tanun egon, deze dingen die jij, de situatie waarin jij nu verkeert, staat er dan, hè? Deze dingen die jij nu hebt, jij doet, de situatie waarin jij nu verkeert, ofwel vervuiling en honger, of de tyrannie. En dat is dus niet de negatieve tyrannie zoals wij die bedoelen, maar vanuit Periander's optiek. De alleenheerschappij. Kai ta agata en de goede dingen. Ta moet je aanvullen volgens de uitgevers. Want het staat tussen rechthoekige, puntige haken. Dan moet je het aanvullen. Want zonder ta krijg je onzin. Agata op zich is niks. Ta agata, de goede dingen die jij nu, die ik nu heb. Oftewel, de tyrannie en alles wat daarbij komt. Rijkdom, aanzien, macht, etc. Tauteion ta torpatri epitedeon paralambanein. Om die te pakken, die te krijgen. Dus dit wordt uit... Oh, sorry. Hier, dit, tauta, wordt uitgelegd door tenturalida tot en met ego. Die dingen te pakken, te krijgen, over te nemen, paralambanein. Ze, dat jij die overneemt, ze moet je aanvullen, en onder zijnde welgezind aan je vader. Als jij welgezind bent aan je vader. Dus met andere woorden, een beetje de stem van de duivel. Hè? Wat wil je? Ellende van nu? Of wilde en comfort? Maar voorwaarde is er dan wel daarvoor dat je dan welgezind bent aan je vader. Nou, dat is echt een soort duivel die je spreekt. Lekkere dingen of vuile dingen. Je kiest natuurlijk de lekkere dingen. Moet je eventjes welgezind zijn, maar dat gaat vast wel goed. Hosion emos te pais, ka Corinthu tes e eudaimonos basileus. Alertem bion heilui. Heilui van haireo, haireo mai eigenlijk. Dat is een aoristische, heilon. Maar het is een medium, heilui is een tweede enkelvoud. Medium aoristus, jij verkoos. Het zwervende leven. Jij die zijnde mijn zoon. En een prins van het welvarende Korinthe, jij die nam, jij die verkoos het zwervende leven. Antistatiotica orgegeomenos estont se hekista egen. Terwijl je opstond, terwijl je opstandig was, en je wentelde in woede, orgegeomenos, boos was, tegen degene, eston, diegene, waarvan je het minst boos moest zijn. Tegen wie je het minst woedend moest zijn. Tonse hekista egren. Egren van ge, het is nodig. Dus egren is een imperfectum. Het was nodig, het minst. Superlatief, bijwoord het minst. En dan se is dan het object bij egren. Het was nodig, het minst, dat jij het was. Dus opstaan tegen je vader is in Griekenland sowieso heel gek. Moet je nooit doen. Dus dat doe je nu wel. Dat is sowieso niet goed. Dat moet je gewoon niet doen. En bovendien is het... de beloning is heel groot. En dan krijg je allemaal comfort. Dat zijn de argumenten van Periander. Want als er een of ander ongeluk... Egartis symphorin... hierin is overkomen... sinds jij tegen mij... je wrok hebt opgepakt... sinds jij die wrok hebt tegen mij...
dan is datzelfde ongeluk overkomen ook aan mij. En ik ben daarin, autes, metogos, daarin deelgenoot, het meest, daarin meest het deelgenoot. Dus jouw ongeluk is mijn ongeluk. Sinds jij die woede hebt opgepakt en je hebt ellende gekregen, wat je ook hebt gekregen, dan gaat het mij ter harte, zegt hij. Ik deel jouw leed. Hozoi autos sfea ex erkasemen. Voor zover als ik zelf deze dingen heb gedaan. En deze dingen, dat is heel erg vaag gehouden, want hij weet ook wel, ja, dat komt natuurlijk door die dood van jouw moeder, Melissa. Maar dat zegt hij niet. Hij laat het in het midden. Svea, deze dingen. Dus hij is handig op het retours gebied. Sulematon, holzooi vertoniesta, cresson esti. En jij, nadat je hebt begrepen, matoon van mantano, participium auristus, nominatief en kwart mannelijk, maar jij, dat je hebt begrepen in hoeverre het beter is om benijd te worden, vertoniestai, dan om beklaagd te worden, oikirestai. Hamate koyanti estus tokiaska estus cressonas tetumostai. Apiti este ta oikia. Keer terug naar huis. Dus na je begrepen hoezeer het beter is om benijd te worden dan om beklaagd te worden, keer terug naar huis. En tegelijkertijd, nadat je geleerd hebt, hoe danig iets ergs het is, om boos te zijn, weer een perfectum, toestandsperfectum, tetumostai, om boos te zijn op jouw ouders en op degene die beter dan jij zijn, sterker dan jij zijn. En dat is in dit geval beide het geval. Want Periander is zowel zijn vader als ook zijn koning. Nou, dat moet je nooit doen, zegt hij hier. Periander's mentau tutoisi auton. Periander, nominatief. Ga ik verder naar de volgende bladzij. Oh ja, hier. Periander, kat ela. Probeerde hem over te halen. Kat elambane is een imperfectum en dat kan wel eens een poging in zich hebben. Dus het is niet afgesloten. Het gaat door en dat kan vaak vertaald worden als een poging. Dat heet deconatu, van het woord conatu. Poging in het Latijn. Dus probeerde hem over te halen met deze woorden. Tutoisi. Maar hij aan de andere kant, en dat is het microfoon, antwoordt niets anders aan zijn vader. Dus hij blijft stil, hij is koppig, hè? Dat hebben we net al gezien. Hij zegt helemaal niks aan mij, betreft een presens historicum. Dat is bij hem, dat is altijd een focuswoord, hè? Dat is gewoon een belangrijk woord in het hele verhaal. Hij antwoordt niks aan zijn vader. En dan gaat hij verder in het imperfectum. Maar hij zei dat hij, Periander, min, of Verlijntheotheo, dat hij verschuldigd was aan de god, hierin zei Mien, die heilige boete. Omdat afikomenon, dat kon gebeurd met dat min, omdat hij was gekomen naar woorden met hemzelf. Oftewel, omdat hij met hem in gesprek was geraakt. En hij had eerder gezegd van ja, iedereen die hem in zijn huis ontvangt of met hem praat, die moet een heilige boete betalen. Nou, dat heb je nou zelf gedaan, betaal je boete maar, want je hebt het zelf gezegd, zegt Lycophron. Ook niet aardig, maar wel erg principieel. Matoon, de Periandros. En nadat Periander had begrepen, weer het matone wordt opgepakt van het matone van daarnet. Net zoals hier Kat in Lambana ook al eerder is geweest. Dus die kopstaartconstructie. Hier weer, dus nadat Periander had begrepen dat het kwaad van zijn zoon, dus de woede van zijn zoon, maar dit is in zijn optiek het kwaad. Ik vind het een kwaad, hè, Periander. Het kwaad van zijn zoon was iets onoverkomelijks, 20, aporon, zonder uitweg, onoplosbaar, onverzoenlijk. Iets onverzoenlijks was, en aniketon, onoverwinnelijk, dus het kon niet overwonnen worden, en dat is natuurlijk door dit stukje, hij antwoordt niks en zegt van ja, weet je, betaal je eigen boete maar, ik hou echt alle afstand. Nou, had hij dus begrepen, die Periander. Ex of Talmon min apopimpetai stuurt hem, weer een presens historicum, stuurde hem uit zijn ogen, ex of Talmon, nadat hij een schip had gestuurd naar Corfu, Kerkira, dat eiland dat we net hebben gezien. Dat is Corfu. Dus die zoon moet weg. En dat gaat op een boot.
misschien wordt het eerst een boot gestuurd naar kerk. Hij komt eraan en dat hij hem daarna laat gaan. Of dit is gewoon een uitdrukking van hij stuurt hem per boot. Ab ik gratieur gar kaitautes. Want hij heerste ook daarover. Kerkira is een kolonie van Korinthe. En die hebben het niet altijd even vriendelijk onderling. Dat wordt uitgelegd in deze anekdote. Op dit moment dus nog wel. Maar aan het eind van de anekdote is die vriendschap bekoeld tussen moederstad en kolonie. Tautes staat dus op Kerkira. Apostelaas, nadat hij hem had weggestuurd, weer het oppakken van dat Stijlaasje, nadat hij hem had weggestuurd, trok Periander op tegen zijn schoonvader Procles, weet je wel, dat is de vader van Melissa. Hoston parionton hoi prekmaton eonta artiotaton, omdat hij was, dat is die Procles, dus dat is eonta, dat congruent met Proclea, accusatief enkelvoud, omdat hij was, het meest schuldig hoi in zijn ogen voor hem aan de huidige moeilijkheden. Parionton prekmaton. Hoos met een participium is redengevend, omdat hij was. En hier geeft aan dat hij dat in zijn eigen optiek vindt. En hij nam in Epidaurus, heile van Hierio. En hij nam ook nog in hemzelf, Procles zelf, auton congruent zelf. En hij nam hem levend gevangen, etro grazen. En dat klinkt nogal omineus, nogal dreigend. Want als je iemand gevangen neemt en is dood, dan kun je niks meer doen. Maar leeft gevangen, dan kun je er allerlei akelige dingen mee uithalen. Wordt hier gesuggereerd. Onaardig.